Matching! Hello everyone, I'm Jarne, that's Kiel. En hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan mijn broer en ik vertrekken wij naar Londen. En we gaan daar voor zaterdag, vandaag is het zaterdag. Dus zondag blijven we daar ook nog en maandagnacht komen we pas terug. En we hebben er eigenlijk super veel zin in. We gaan nu vertrekken, want we moeten onze bus en onze trein halen. Maar ik neem jullie mee. Welkom allemaal. Hallo allemaal. We zijn ondertussen ingecheckt hier in Brussel-Zuid. We hebben dat nu eerst allemaal gedaan, zodat we dat zeker hadden gedaan. Zodat dat afgelopen is en dat we nu eigenlijk echt kunnen beginnen aan de vlog. We nemen jullie gewoon mee. Ik vond het wel heel snel dat we waren ingecheckt. Zo totaal bijna geen vrij kort. Zo eigenlijk niet echt veel controle of... Allee. Het ging wel allemaal af. Ja, heel snel eigenlijk. Wel leuk. En ik heb daarnet Florence nog gehoord. Zij zei ook van dat eigenlijk... Dat ze het ook veel erger had verwacht. Allee, dat ze ook nog meer controle had verwacht. Maar dus nu, oei, het is hier redelijk stil. Ik ga even wachten met filmen en ik kom straks bij jullie terug. Je hebt net een latte macchiato gekocht. Oh, ik ben nog niet goed wakker. Dus het gaat wel nodig zijn. Hier staat onze Eurostar. En we zitten in de 17e wagon. Ja, we zitten in de 17e wagon, wou ik zeggen. En ik ben wel een keer benieuwd, ik heb dat nog nooit gedaan, dus we gaan eerst op de trein. Ziet ze dat ook apps en Could you please make sure that nothing blocks the corridors or doorways? Safety information is placed at the end of each coach. Our bar buffet are situated in coaches 6 and 13. And they are now open for the sale of snacks and drinks. We wish you a pleasant journey onwards. Thank you. Ja, haar Engels was wel top, hè, jongens. Dit lijkt comedy. Kijk, alleen nog een mooi beeld. Wacht een keer. We zijn er. Hoe heet dat weer? St. Pancras. St. Pancras Station. En dat is hier redelijk groot, kijk maar. En het ziet er eigenlijk wel nog mooi weer uit. Ja, het is net aan top klaar. Dat is goed, het is aan top klaar. Ik ga straks nog wat meer tonen, denk ik. Maar we gaan eerst kijken waar we naartoe moeten. En we gaan ook nog van alles regelen voor ons verblijf. Dus zie je straks. Hallo iedereen, we zijn ondertussen in Londen. Ja, we zijn nu aan het kijken dat we zeker de juiste straat nemen voor onze appartement te vinden. Kings and High Street. Ik ga zoveel mogelijk beelden maken voor jullie vanaf nu en ik heb er super veel zin in. Ik hou al van die gezellige drukte. Zie je, en de bussen staan hier ook al. Super top. Oké, jongens, we zijn dus aan het appartement. Dit gebouw. Oei, wacht. Voilà, dit gebouw is ons appartement. Sorry. Maar het probleem is, ze verwachten ons nog een klein beetje later. Dus we zijn aan het proberen bellen, maar de verbinding was verbroken met onze correspondenten. Ik weet niet, gewoon het meisje of de vrouw die we moesten bereiken. Nu is mijn broer eigenlijk zo berichten aan het sturen om te kunnen contact te maken met haar. Want blijkbaar was de lijn onderbroken en we zien wel wat er nu gebeurt. We wachten nog even. Ja, ondertussen hebben we dus een afspraak kunnen maken met onze... eigenlijk gezond met onze tussenpersoon die ons het appartement zal binnenleiden. En
het appartement zal tonen en zo. Gelukkig hebben we nu nog maar een uurtje dat we moeten wachten. Maar we gaan hier een keer heel die straat hier doen, want het ziet er wel leuk uit. Allee, leuk. Misschien is er hier wel iets leuk om te zien. En we kunnen kijken ook voor een supermarkt of zo, dat we dan al een paar spullen kunnen halen om ja, gewoon voor ons ontbijt morgenochtend en zo. Ja, hallo allemaal. Ondertussen zijn we eindelijk binnen, maar ook eindelijk. Het heeft toch wel even geduurd en dan ook wel koud. Oei, maar waar. Dus ik ga even jullie meenemen op ja, hoe het er eigenlijk allemaal een beetje uitziet. Hier hebben we aan de deur een kapstok en ik ga even mee. Dus langs hier lopen we dan zo naar binnen. Voilà. Hier is er een deur die op slot is, maar dat is gewoon een deur die we eigenlijk niet in kunnen. Dus hier is de parlofoon. Hier, ja, dat is een soort meterkast, maar dat is niet zo belangrijk. Hier is er een eerste deur. En dat is voor een badkamer. Voilà. Ziezo, het is echt wel leuk. Want deze zijn ook echt deuren. Met allemaal, ja, een beetje keuspullen in voor mensen die hier dan ook gewoon zitten. Ook allemaal vol met producten, blijkbaar. We hebben hier ook een paar producten in al gezet. Er is er natuurlijk een wc. En een mooi lavabo. En ook een eerste douche. Voilà. Een douche met een bad dus. En als we dan naar hier gaan, aan de overkant, dan hebben we hier een living. We hebben dat met een tv en heel veel planten, zoals je ziet. Maar wel echt wel leuk. Ook heel veel boeken zijn er te zien, zoals je ziet. En dan hebben we hier ook nog heel wat dvd's blijkbaar. En ook nog een paar spulletjes van haarzelf, die ze waarschijnlijk ook leuk vindt of van reizen, denk ik. En dan hier nog allemaal planten. Zelf ook een platenspeler. Ook allemaal boeken hier. Echt heel veel boeken zelf. Ook een hele leuke bank. En we hebben hier onze bananen en een paar spullen hebben we nog op liggen. Dan hebben we hier een soort van eethoekje. Ook wel heel leuk gedaan, vind ik persoonlijk. En zie je, het is hier vooral ook heel clean, vooral heel wit en zo. Ja, het is nu niet zo proper. Allee, we zien ook wel soms nog wat stof liggen, maar op zich valt dat wel mee. En het is hier dan dus ja, gewoon een afwasbak, een microgolf, blijkbaar een soort van blender. Ja, en dan hebben we ook nog een oven en een vaatwas, blijkbaar. Ik denk dat deze een vaatwas is, zie je. Nog een oven. Hier is ook de frigo. Voilà. Niet zo belangrijk, denk ik. En een vriezer. En kijk hoe leuk eigenlijk dat is. Ik ga het gewoon heel snel tonen. Maar dat is dus eigenlijk van allemaal foto's en ja, leuke hebben dingetjes van de bewoonster. Dit is waarschijnlijk de bewoonster met haar vriend, denken we. En dan hebben we dus, als we hier de badkamer hebben, hebben we dan hier de kamer. Mijn broer zit op bed. Hier staan er ook weer al planten. En er is een tapijtvloer. Hier is er een spiegel en zo nog een beetje, ja, accessoires. Hier hebben wij een map gekregen met wat er hier in de buurt allemaal te zien is. Wat voor te eten, pubs en zo ook. En dan hier, ja, ik ga even mee eens aan de kant doen. Hier hebben we ook zo de wifi-code gekregen en nog een paar huisregels. Dus deze kamer is ook wel leuk. Echt nog een mooi bed en zo. Leuke nachttafeltjes, leuke lampjes vind ik. En dan een redelijk grote kast op zich, vind ik. Voilà. Dan hebben we nog een tweede badkamer. En die, voilà. Zo. Dus ook nog met een toilet. En dus weer van die kasten. Zo. Er zit ook totaal niets eigenlijk in. Voilà. Hier ook nog een lavabootje. En hier hebben we dan een douche. Voilà. Dit is dan nog een douche dus, met een echte regendouche. Dus dit is wel ook echt leuk. En nu wat we nu eigenlijk gaan doen is, we gaan de stad in, we gaan de metro nemen, we gaan naar de stad en we gaan waarschijnlijk een paar leuke beelden maken bij Tower Bridge. We gaan ook iets eten. En ja, ik neem natuurlijk jullie gewoon mee, dus we gaan er aan beginnen. Kijk jongens, we hebben een balkon ook.
Kijk hoe leuk. Daar wandelden we daarnet nog. Er zijn lichtjes. Leuk, hè? Kijk jongens, ik weet je grote macarons. Kijk een limousine jongens. Wow. Hey, daar zit hij nog toe. Oké jongens, ik denk dat we in een chicere buurt zitten hoor. Nu dan in waar dat we zaten ja, met ons ding. We zitten in Chelsea. Ja, ah, we zitten in Chelsea. Ik weet nou beter de meter van de pot aan Harrods dan ik dat we missen. Ja, misschien wel. Hier houdt niks met wat niet. Nee. Alles in die buurt. Oh my god, Kiel. Dit is gewoon zo leuk al om te filmen. Ja, Kiel moet kijken en al die auto's hier. Oké, hallo allemaal. We zijn ondertussen hier aan het wandelen. Ik hoop dat jullie mee horen. We zaten in de metro en ze zeiden opeens van ja, dat bepaald deel was gesloten, dus we hebben uiteindelijk zelf heel snel uitgezocht naar waar we moesten. En nu moeten we een klein beetje wandelen voor de London Bridge en we willen zo London Tower Bridge doen. En we willen eerst iets zoeken om te eten. En dat gaan we eerst doen, maar ja, natuurlijk neem ik jullie mee. En, hoe bevalt het al? Enorm, enorm. Enorm. Letterlijk, enorm. Ja, dat is wel waar eigenlijk. Het is echt
zoveel. Gewoon daarnet heb je ook misschien Harrods gezien. Harrods is ongelooflijk van hoe groot en hoeveel. Ja, echt overdonderend. Maar dus, ik hoop dat jullie mee gehoord hebben. Ik zie jullie straks als we iets aan het eten zijn. Ja, kijk jongens, hoe mooi. Zalig toch? Al die lichtjes. En daar is de Tower Bridge en daar gaan we nu naartoe. En daar willen we echt een keer gewoon een paar foto's van nemen en ook gewoon echt overlopen, toch? Ja. Een stukje waarschijnlijk, want... Ik weet niet in hoeverre dat je het nacht erover gaat komen. Ja, we zien wel. Jongens, dus daar heb je dus de Tower Bridge. Super tof. Mijn broer is nu aan het kijken voor iets van wifi, omdat we dan aan het kijken of we moeten eten, maar we willen die zeker al eerst zien. En ik denk dat, maar ik weet het niet zeker, ik zal het wel aanpassen als het niet juist is, dat het de chart is. Ik ben niet 100% zeker. Ik ben ook niet 100% zeker, maar we denken van wel. En ik wil nog iets kleins tonen aan jullie. Ik ga even hier naast mij hebben ze ook nog, kijk, soorten koepeltjes en daarin zitten ze eigenlijk te eten. Maar dat is echt, ja, ik vind het super tof gedaan. En dat is blijkbaar bij Hoppa. Dus misschien is dat wel een aanrader voor sommige mensen, maar wij denken dat het hier wel een beetje duur is. Maar, en daar hebben we ook niet echt zin in, we hebben daar ook niet echt het budget voor om het duur te doen. Maar ik ga eerst naar mijn broer, we kijken of dat er straks waar dat we iets gaan eten. En ja, we gaan waarschijnlijk nog naar de Tower Bridge, als dat lukt. Oké jongens, even. We zijn niet over de Tower of London Bridge gelopen. Misschien gaan we dat nog doen dit weekend. Maar we hebben gewoon echt te veel honger nu. We zijn naar Liverpool Station gegaan. Kijk. Super groot station. We zien hier wel een McDonald's. En we hebben ook gewoon te veel honger. Ah, hier dus. En we gaan daar nu eerst kijken of we iets kunnen eten. Want we zijn... Oké jongens, we gaan nu toch ergens anders eten. Blijkbaar in... Patty en bun, een soort ook iets van. Oh, je kunt het niet zien, maar ja. We gaan daar dus eten. Oké, jongens, kijk. Ja, oh, je gaat me niet horen waarschijnlijk. Als je me hoort, dan ga ik het erin zetten en anders gewoon een paar sfeerbeelden. We hebben dus frietjes en bepaalde burgers, maar. Zo grappig, maar ze roepen hier ook gewoon recht mijn naam, Jarno. Geen grappen, leuk. Smakelijk. Jongens, ik wil eigenlijk de vlog afsluiten, maar ik heb echt iets screenjes stoms ontdekt. Ik had dat echt niet verwacht. Kijk, ik wil gewoon de gordijnen een keer open doen. En je moet kijken, hè. Oh, magic! Ik viel nog een keer terug. Ja, maar het is echt weer kapot. Ja. Dus ik ging eigenlijk... we zijn hier nog een keer de tv-zenders aan het overlopen hier. Want ze heeft blijkbaar eigenlijk veel tv-zenders. En dat is wel leuk eigenlijk, de Engelse tv, denken we. En we gaan ook nog een beetje de volgende dagen plannen. Maar dat, ja, dat ga ik nu niet meer echt filmen. Dus bij deze ga ik gewoon nog de vlog afsluiten. Bedankt allemaal om te kijken. Kiel, vond je het leuk vandaag? Ja, maar lastig. Veel gewandeld. Ja, we hebben echt wel superveel gewandeld. Maar ja, kijk. Ik zie jullie morgen terug. Dus eigenlijk in de volgende vlog. En dan gaan we eigenlijk van alles doen. En dat kan ik nu nog niet zeggen wat we precies gaan doen. Want daar zijn we nu nog een beetje nog meer aan het plannen. Dus hopelijk tot de volgende vlog. Tot de volgende... Ja. Oké, tot de volgende vlog dus. Tot een nieuwe London vlog. Bye bye allemaal. Alleen de service kwam wel beter. Ja, de service was net niet. Ze waren ook gewoon niet vriendelijk zelf. Maar ja, kijk. We hebben toch goed gegeten, hè. Dus we gaan nu even winkelen en we komen straks bij jullie terug.